Dag Arno Groenberg. Goedenavond. Een paar dagen geleden zat je nog in New York. Ik keek vandaag even op je blog. Daar heb je iets gepost over het lichtfeest dat is begonnen. Ja, klopt. Dat was het Chanukka-feest. Ja, ik ben zelf niet echt meer religieus, maar wel traditioneel opgevoed. Dus eigenlijk is dat een heel makkelijk feest. Want dat is een feest waar je net als bij kerstmis krijgen de kinderen cadeautjes. En elke dag, het zijn 8 dagen, steek je 1 lichtje meer aan op een menorah, dus een kandelaar met 8 kaarshouders en 1 hulpje waarmee de kaars aansteekt. En verder hoef je niet veel te doen. Dus het is een van de makkelijkste feesten die ik ken eigenlijk. Ja. Wat is het moeilijkste feest? Het moeilijkste feest is natuurlijk Grote Verzoendag, want dan word je geacht zowel je medemensen als God vergiffenis te vragen voor je zonde. Mm-hmm. Dat is altijd, vergiffenis vragen is lastig. En het krijgen is vaak nog lastiger. Uh-huh. Ja, ben je het er niet mee eens dan? Nee, ik vraag het mij af. Ik luister. Heb jij nog nooit om vergiffenis gevraagd dan? Wat zegt u? Heb jij nog nooit om vergiffenis gevraagd? Oh, voortdurend. Hoe komt zo'n stad als Lublin over voor een New Yorker? Dat vroeg ik mij ook wel af. Ah ja, New Yorker. Ik denk dat als ik in de zomer in Lublin was geweest, had ik een heel ander Lublin meegemaakt. Maar ik was daar verleden winter in februari, ten tijde van een koude golf. En de stad, als ik die voor me zie en zag toen, was mistig. Ik geloof dat het 10 dagen lang gemist heeft. Ik zou het eerder een trotse provinciestad noemen, met een enorm verleden. Want Polen is opgeschoven van het oosten naar het westen. En ooit was Lublin echt, dat heb ik daar ook allemaal gehoord hoor, dat is niet precies het geografische centrum. En nu is het natuurlijk eigenlijk een beetje in de periferie beland. Dus er zit een enorme trots, maar het heeft toch wel iets vergetens. Iets van, een beetje wat je ook bijvoorbeeld in Wenen kan zien, dat het ooit allure had en pretentie en dat die ook waar heeft gemaakt en nu toch ook eigenlijk vergeten is en lichtelijk in verval geraakt. Ja, ik denk, voor we daarover verder gaan, dat we gewoon eens een idee moeten krijgen van, want je bent er 14 dagen geweest. Ja. Zou je ons een stukje willen voorlezen? Ja. Prima. Ja. Het verhaal heet dus Aangifte. Laat ik bij het begin beginnen. Op maandag 20 februari liep ik naar Hotel Campanilla om de schrijver op te halen en hem rond te leiden. Hij was, dat moet ik wel zeggen, beleefd. Hij gaf me complimentjes over mijn laarzen en mijn roze sjaal die ik zelf heb gebreid en later zei hij ook nog wat aardigs over mijn spijkerbroek. Ik geloof dat er geen kledingstuk is geweest dat ik die dag aan had dat hij niet voorzien heeft van de nodige complimenten. Daarna zijn we naar Hotel Campanilla gelopen en daar heeft hij mij uitgenodigd op zijn kamer. In zijn klerenkast stond een fles rode wijn en die heeft hij toen met mij opgedronken. Ook heeft hij ongevraagd dingen met mij gedaan die een man niet met een vrouw doet en die ik daarom niet hier zal noemen. De volgende dag ging ik weer naar hem toe, want ik moest hem rondleiden. Om eerlijk te zijn begon ik op dat moment al wel een beetje aan zijn oprechte interesse in mij te twijfelen, want toen hij uit de lift kwam gaf hij mij een handkus en hij zei, ik wil je bedanken dat je mijn leven mooier maakt. Overdreven vond ik dat. Ik kende hem amper. Voor het mooier maken van een leven is wel meer nodig. Zo snel gaat dat niet. Ik denk, daar laat ik het bij, dan kom ik straks. Ja, ik denk niet dat een schrijver van City Books het eerder heeft gedaan. Lublin moet zo'n indruk op jou hebben gemaakt dat je een City Book hebt laten schrijven. Het is voor jou geschreven. Het is, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ik dacht, kijk, sowieso wilde ik het vermijden, het gevaar of de verleiding is natuurlijk heel groot. Dan op het moment dat je, normaal krijg je geen opdracht sowieso. En in dit geval was de opdracht dat de stad een rol moest spelen. Dus dan denk je, ja, normaal spelen steden een bijrol in een verhaal. Of de plaats is functioneel voor het verhaal. Het is zelden dat het decor een hoofdfiguur wordt. Dus ik wilde eigenlijk sowieso zo ver mogelijk blijven van alles wat in de richting kwam van de gids, de toeristengids, de reiswijzer. En ik dacht, eigenlijk is het ook veel interessanter om een inwoner van Lublin te laten reflecteren over mijn bezoek dan dat ik reflecteer over Lublin. Mm-hmm. Ja, ik heb het gevoel dat je er in elk geval gastvrij bent ontvangen. Het lijkt mij het minste wat er op grond van het verhaal begrijp ik dat je die conclusie trekt, maar ik kan ook beamen dat het in werkelijkheid zo is geweest. Waarmee ik niet wil zeggen dat alles wat in het verhaal staat ook gebeurd is, maar ik ben gastvrij ontvangen. Ja. Hij wilde naar Majdanek.
We liepen daar wat rond en hij zei weinig. Wel wilde hij weten of de flatgebouwen naast het concentratiekamp er ook al stonden tijdens de oorlog. Ook durfde hij te zeggen dat het vast niet zo prettig is om over een concentratiekamp uit te kijken. Naar Majdanek gingen we naar mijn moeder, want hij wilde een oudere Poolse vrouw ontmoeten die hem kon vertellen over hoe het vroeger in Lublin was. De schrijver complimenteerde haar met haar rok. Hij vertelde dat hij een onmens was en een monster en dat hij geen liefde in zijn leven had en dat het geld ook op was, vanwege de crisis. En toen de avond begon te vallen, pakte hij haar hand. Hij deed precies hetzelfde bij mijn moeder als bij mij en het ergste was toch wel dat hij leek te vergeten te zijn dat ik erbij was. Mijn moeder is een gastvrije vrouw. En ze droeg me op een soep te maken en een fles wodka op tafel te zetten. En toen ik tegensputterde, sputterde zij tegen, maar zij is beter in tegensputteren, dus ik maakte de soep. Na de soep en de wodka vroeg meneer Grunberg of hij mocht blijven slapen, want hij zei dat hij het niet meer uithield in Hotel Campanile. Hij zei dat hij altijd dacht dat hij van hotels hield, maar dat hij nu wist dat hij op zoek was naar warmte. Menselijke warmte. En hij beweerde dat de Poolse warmte de echte menselijke warmte was. Nu, het is blijkbaar ook een stad die, waar heel veel Joden hebben gewoond, waar ook veel Joden zijn verjaagd. Bijna elke Poolse stad, natuurlijk. Dat was, bijna elke Poolse stad hebben heel veel Joden gewoond. Ja. Deze stad die wordt ook wel het Joodse Oxford genoemd, want er moeten grote scholen geweest zijn. Ja, er is nog iets van over, maar het meeste is natuurlijk vernietigd. Er is inderdaad nog één yeshiva, een Joodse leerschool over. Er is nog een Joodse begraafplaats, die had ik zullen bezoeken, maar degene die de sleutel heeft van die begraafplaats was zoek. En het ging mij toch iets te ver om over het hek te klimmen. Ja. Het verwondert mij dus dat die vrouw die... Ja, Als toeristische gids kent ze natuurlijk het verleden van haar stad. Dat ze niet speciaal met jou ook naar dat Joodse verleden echt is gaan kijken. Of daar in elk geval geen verslag over uitgebracht heeft. Nee, zeker. Ik denk ook een gids probeert dat te vermijden. Snap je wat ik bedoel? Het is niet het eerste wat zij, wat een toeristische gids. Ik bedoel, er zit natuurlijk ook een, misschien komen we er straks op te praten. Vlakbij Lublin heb je een enorm groot concentratiekamp. En het bijzondere aan dat kamp is dat het echt bijna in de stad zelf zit. Terwijl de meeste andere kampen waren buiten steden. En dit zit echt bijna in een woonwijk. Maar ook het stond wel op de lijst van attracties die ik kon bekijken. Maar het werd niet erg benadrukt. En ook zo'n gids wil natuurlijk gewoon wat zij wil benadrukken. En begrijpelijk is ook hoe mooi de stad is opgebouwd en wat er nu allemaal te doen is. En niet wat er allemaal is vernietigd en verdwenen. En ook de geschiedenis tussen Polen en Joden. De verhouding tussen Polen en Joden is ook, zoals je weet, problematisch. Mijn moeder is net zo'n gevoelige vrouw als ik. En daarom heeft ze hem warmte gegeven. In de winter slapen we in één bed om de stookkosten laag te houden. Eerst deed hij met mij wat je niet doet met een eerbare vrouw en daarna met mijn moeder. Ik zal er verder niet over spreken, maar als u de details wilt weten, kunt u beslist bij mijn moeder terecht. Ik zal nu de voorwerpen opnoemen die uit onze woning zijn verdwenen. 2 verzilverde theelepels. 1 vaas, volgens mijn moeder antiek. 1 commode. Deze commode heeft mijn moeder hem geschonken, maar op dat moment wist ze niet wat ze deed. En toen de commode de volgende dag door 2 mannen werd afgehaald, durfde ze er niets meer van te zeggen, want gegeven is gegeven. 1 bruidsjurk van mijn moeder. 1 pak dat nog van mijn vader is geweest. 1 verzameling zeldzame munten. 1 zilveren kandelaar, volgens mijn moeder een museumstuk. U hoort mij niet zeggen dat alle Nederlanders dieven zijn of dat alle schrijvers dingen doen met vrouwen die geen fatsoenlijk mens zou doen. Maar ik hoop van harte dat u optreedt tegen deze dief, deze oplichter, deze man die een gevaar is voor mens en samenleving en die geen enkele moraal heeft als het gaat om fatsoen. Uw toegewijde dienares, Danuta Kalinowska. Dank je, Arno. Je hebt al ontelbare voorwoorden bij boeken geschreven. En onder andere noem je bij in een van de voor- of nawoorden een machiavellist. Is het omdat je graag manipuleert? Omdat je graag niet alleen macht onderzoekt, maar hem ook gebruikt? Dat is een beetje wat ik in het verhaal... Het is natuurlijk eigenlijk veel prettiger ook... niet alleen in andere mensen, maar ook in jezelf je onaangename karaktereigenschappen te vergroten en te onderzoeken. Ik vind het interessanter na te gaan wat niet functioneert in een mens of in een maatschappij, dan wat wel functioneert.
Wat dat betreft lijkt de Machiavellist dan wel weer op een romanschrijver. Want in die zin denk ik dat je ook als romanschrijver of überhaupt als burger naar je moet vanuit gaan hoe de mensen zijn. En niet hoe ze zouden moeten zijn. Mm-hmm. Dat is niet alleen veel interessanter, maar daarmee voorkom je ook veel problemen. Door te hoge verwachtingen te hebben van mensen of door blind te zijn voor bepaalde eigenschappen die denk ik in alle mensen nog wonen. Dat is je nieuwsgierigheid misschien. Die maakt nou, dat je zoveel verschillende dingen doet. Het is natuurlijk, maar ik denk nieuwsgierigheid is de basis van niet alleen van het meeste geluk, maar ook de basis van ja, wat zou er zonder nieuwsgierigheid zijn? Ja. Ik denk nieuwsgierigheid is het beste wapen tegen verveling. En het is ook een wezenlijk verlangen, toch, van mensen om te weten hoe iemand anders is. Hoe iemand. Ik zou jouw badkamer willen zien. Zou eens kijken. Als je dat niet meer hebt, ja, dan denk ik, dan moet je ook geen romans meer schrijven. Arno Grunberg. Dankjewel. Dankjewel. Dat is zo fijn. Dankjewel.